In Goes is het nieuwe spel- en sportpark De Mirakel geopend. Wethouder Johannes de Bat en de 102-jarige Lena Beun openden het terrein officieel. Tientallen kinderen uit Goes gaven het park hun zegen met handenvol bloemzaden. Maar die zullen deze zomer nog niet uitkomen. De provincie betaalde mee aan het park dat speelvijvers, brede paden en een amfitheater bevat. Later komen er nog zintuigtuinen bij en in de toekomst kunnen er voorstellingen en feesten gehouden worden.